Het is vandaag 21 november 2016. Mijn naam is Chris en dit is natuurlijk het Game Nieuws. En we beginnen vandaag met NBA 2017. De game is natuurlijk al uitgekomen afgelopen september. Maar nu is er in ieder geval op Exoface een trofielist naar buiten gekomen. Waarbij blijkt dus dat deze game VR-ondersteuning krijgt. Wanneer dat gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Maar het linkje daarnaartoe staat in ieder geval in de beschrijving. En afgelopen vrijdag is de game Killing Floor 2 uitgekomen op de PlayStation 4 en op de PC. En het is een zombies game. Ziet er hartstikke tof uit. Linkje naar de trailer in ieder geval staat in de beschrijving. En ik heb de game binnengekregen. En ik zal deze week in ieder geval deze game uploaden op mijn kanaal. En dan wat nieuws over de nieuwe Nintendo. Tenminste, de nieuwe Nintendo. Ja, dat mini-ding waarbij je dan 30 games kan spelen op de oude Nintendo NES. Hè, die opnieuw uitgebracht is met HDMI-ondersteuning. Dat ding is hartstikke uitverkocht in Nederland en België. Misschien hier en daar kun je nog wat vinden. Of je moet via Marktplaats gewoon het dubbele uitgeven voor die console. Dat kan natuurlijk ook. Je kan ook naar Duitsland gaan, want daar is hij een beetje nog wel beschikbaar. En anders zal je gewoon moeten wachten tot ongeveer rond de kerst. Want dan is hij in ieder geval weer beschikbaar in Nederland en België. Ja, en op 7 december komt de laatste DLC uit voor Star Wars Battlefront. Namelijk Rogue One. En Rogue One is natuurlijk gebaseerd op de film die uitkomt op 14 december. Deze komt dan in de bioscoop. En ze hebben in ieder geval een Star Wars Battlefront Ultimate Edition uitgebracht. Linkje naar die trailer staat in ieder geval in de beschrijving. Ja, in de afgelopen dagen is er een hele dikke update uitgekomen voor Infinite Warfare. Heel veel bugfixjes, onder andere out of the map glitch. Dat je XP kon farmen op bepaalde manieren. Linkje naar de patch note in ieder geval van Steam staat in de beschrijving. Hou dat ook maar ongeveer aan voor de Xbox One en voor de PlayStation 4. Dat klopt wel ongeveer. En ze hebben onder andere dus Capture the Flag uit de playlist afgelopen zondag eruit gehaald. Omdat je daar dus heel veel XP kon farmen. Infected was eventjes weggehaald. Dat is nu weer terug. En de rest lees maar, want het is te veel om op te noemen. Ik zou zeggen jongens, dit was weer het game nieuws van vandaag. Vergeet niet een like te geven op deze video en like en comment achter natuurlijk, zou ik zeggen. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.